is Bart. Bart. En Bart heeft bij ons werk gewerkt. Ja. Ja. En we gaan een escape room spelen. Voor hem, voor zijn afscheid. Om afscheid te nemen van dus hem. Dus we zitten met hoeveel beginners? Eén. Een beetje heeft al een paar gedaan. Oh, ja. Een paar hebben er 2, 3 gedaan. En wij escape junkies die hebben een heleboel gedaan. Maar waar zijn we? Goeie vraag. In Deventer. Deventer. En in Deventer zit de Globetrotter. Ja. En de Globetrotter is een man die heeft een hele speciale diamant gevonden. Diamant? Ja. Op zijn reizen door heel de wereld. Heel de wereld. Van Himalaya tot aan de grotten van Han. Han? Ja. Whatever. Heel ver. En dat heeft hij gedaan. En dat wil hij nalaten volgens mij. Ja. En finishje. Ja. Maar alleen als wij goed genoeg zijn om zijn... En fanatiek om zijn testen te ondergaan, dan mogen wij de erfenis hebben. Nou, je hebt er 2 die dat al kunnen. Ja. Nu de rest nog. Nu hopen we dat we samen gaan redden. Anders ligt het aan hun. Ja, dat is het logisch. Wat hè? Vinden we ervan? Ja. Want welke escape room hebben we hier ook gedaan van hun? De Vliegende Hollander. De Vliegende Hollander, die vond ik heel goed. Ja. Goed aangekleed. Ja, dus mooi. Ik verwacht heel mooi aangekleed. Hier ook wel wat veel van. Ja. En de eigenaar ook heel aardig. Ja. Ja. Leuk echtpaar. Zijn we laatst nog tegengekomen bij Escape Room Nederland. Ja. Heel positief. Ja. Ja. Dus vandaar gaan we deze uitdaging vandaag aan. Ja, tot, ik ben benieuwd. Hoeveel spelers? Maximaal 12? Maximaal 12, ja. En je kan, heel leuk, je kan rood en blauw doen. Oh. Dus dan kan je ook zeggen, je doet het met 24 man. En dan kan je er 2 doen. Oké. Okay. Dan speel je tegen elkaar. Oké. Okay. Nou, de battle. Als ze klaar zijn, laten we het weten. Tot zo. Nou. We zijn het waard. Ja. We zijn het waard, want we hebben de diamant. Diamant. Ja, dus we hebben de erfenis gekregen. Ja. En we zijn rijk. En we zijn dus rijk. Wat gaan we nu doen? Suipen. Suipen. Ja. Nee. We gaan nog even vertellen hoe het was. Ja. Je hebt een blauwe en een rode kamer, dus je kan tegen elkaar spelen. Ja. Dus met bedrijven is het heel erg leuk. De spellen zijn best pittig als je met z'n 4 of 5 ja, bent. Je hebt echt wel een grote groep, hè? Je hebt echt wel een grote groep nodig om deze kamer te spelen. Wij waren met z'n 7. Perfect. Ja, goed aantal. We hebben al wel een paar slotjes al open gekregen die eigenlijk nog niet open hoefden te zijn. Zo goed zijn. Dus we gingen wat sneller dan we hadden verwacht. Ja. Dus dat is ook wel weer heel erg vet. Ik vind het een aanrader. Ja, goede gastvrijheid, goede uitleg. Leuk. Ja, leuk. Ja, leuk. Gewoon doen. Als een, gewoon een kamer, topkamer, leuke ding. Ja. Wel special effects, dus heel veel slotjes. Ja. Maar wel ook wel met special effects erbij. Samenwerken en je moet ook goed kunnen rekenen. Ja, rekenen. Ja. En landkaart. Maar ja, dat is logisch met een globetrotter. Een globetrotter en landkaart. Ja. En alles met in het teken van zijn reizen. Verre reizen. Dus ja. Doei doei. Doei.